Hoi hoi beste kijkers en welkom weer terug bij een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag 5 december 2020. Vandaag neem ik jullie mee naar het minst gebruikte NS-station van Nederland. Zo, het minst gebruikte NS-station van Nederland, dus geen KLS en Blauwnet en zo, want geen cijfers van, dat is ook het meest zuidelijke station van Nederland. Ze hebben een reis van 5 uur voor de boeg, die ga ik jullie lekker laten zien. Ik begin hier op station Borne, dat is het 4e minst gebruikte NS-station van Nederland, maar dat komt omdat hier alleen maar spitstreinen komen. En daar waar we vandaag heen gaan, daar rijdt gewoon de hele week door een trein. Veel kijkplezier! Overstappen in Almelo. En met deze schimmelfilm gaan we naar Utrecht Centraal. Nou, je zult het niet geloven, maar ik heb het voor elkaar gekregen om de stoel te mollen. Hoe dan? Zo te zien staat er al een defect sticker op. Aangekomen met de schimmelfirma op Utrecht Centraal. Hier moet ik overstappen. Kijk, er staat hier zo'n ding spastisch te doen en er staat daarnaast een bord met excuses voor het ongemak. De eerste trein die richting het zuiden komt is de trein naar Venlo, dus die gaan wij nemen tot Eindhoven Centraal. Ik hoop niet dat de stoelen stuk gaan. Aangekomen op Eindhoven Centraal. Tijd voor een cafeïnehoudende warme drank. En nu nemen we de Intercity naar Maastricht. Althans, dat zou de bedoeling zijn, maar... Nee, ga maar tot Roermond, want er zijn werkzaamheden. Daar zit dat met een bus. Nou kijkers, ik moet jullie nog eens wat vertellen. Hè. Er staat laatst een kutrat in mijn kaksalon. Hè. Zo'n grote. Aangekomen in Roermond, hier met de trein vervangende bus. Nou, hier is het busstation, kijk allemaal Arriva, maar we moeten met de NS touringcar. Druk! Aangekomen in Sittard, hier mogen we weer met de trein verder. De eerstvolgende trein naar Maastricht is een Arriva stoptrein. Flit! Het zal toch ook eens een keer niet, hè? Zo, laatste overstap, aangekomen in Maastricht. Maastricht dus, we moeten dus naar station IJs, dat is het zuidelijkste station van Nederland en het minst gebruikte NS-station. De grap is, er komen niet eens treinen van NS, er staan alleen maar NS-chipkaartpaaltjes. Ze zijn bij NS nu ingecheckt. En het is een trein van de NMBS, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen die er komt. Dus ze gaan zo meteen met een Belgische boemeltrein naar het zuidelijkste station van Nederland. Niks! Nou, de trein naar IJssel is een gemoderniseerd treinstel van de type Breek. Ja, dat is bruut. Tussen Maastricht en IJssel is ook het enige traject binnen Nederland waar je met een Belgische trein kunt reizen. Broken, I'm too far gone, I just can't even hold on.
Jammer dat het een gemoderniseerd treinstel is. Op naar Eesten. We zijn er dan en precies twee Belgische treinen tegelijk. Deze trein gaat nu naar Maastricht, deze dus hebben we hier precies een uur de tijd. Nou, aangekomen op het minst gebruikte NS-station van Nederland. En dat is ook het zuidelijkste station van Nederland, station Eijsden, hier in Deepest Darkest Zuid-Limbabwe. Van alle stations in Nederland waar de NS komt, is dit het enige station. Nou ja, NS en NMBS komt hier, dus niet de NS zelf, maar chipkaartpaaltjes van NS. Wat altijd één keer per uur wordt bediend, zelfs door de weeks. Behalve Enschede Kennispark, Borne en Almelo de Riet. Borne, daar kom ik zelf vandaan. Dat komt alleen in de spits een NS-trein, maar de rest van de week komt daar een blauwnettrein. En met gemiddeld 160 in- en uitstappers per dag is Eijsden het minst gebruikte NS-station van Nederland. Het minst gebruikte gewoon treinstation van Nederland is het Arriva-stationnetje Hinderlopen in Friesland. Toch is dit ook wel een vrij desolate plek. We gaan wel het dorpje even verkennen. Let's go. Maar daar staat dat Luik 23 kilometer is. Nou, verder is het niet zo'n heel bijzonder dorpje hoor. Terug op het station, eventjes grote dienstregeling nog. Door de week gaat de trein om het hele uur en in het weekend gaat de trein op de halve uur. Een raar Belgisch patroon. Perron is niet zo heel lang, misschien hooguit 4 rijtuigen kun je hier kwijt. Erg dubbelzinnig bordje dit, want je mag sowieso niet spoor lopen en... Achter het viaduct naar verderop zie je al een aantal rare gele dubbele zijnen staan. Daar ligt België, dat is volledig in lockdown vanwege het coronavirus al daar. En daar mag je dus helemaal niet heen op het moment. Dus we gaan niet door naar België helaas, we nemen zo meteen de trein weer terug naar Maastricht. Kapot sluit zijn. En daar is de stopper naar Maastricht. Er heeft hier iemand aan de frettekets gezeten. Wat trouwens ook bijzonder is, is dat we hier net als in België aan de linkerkant rijden van het spoor. Nou, weer in de Intercity naar Amsterdam-Sittard. Werkzaamheden. Hier sluit ik deze video af. Vond je het een leuke video over Eijsden en expliciet de trein naar Eijsden? Toe de Belgische trein die je in Nederland kunt nemen. En laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Wil je meer van dit soort video's? Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En druk ook dan even op dat belletje. Lastig dit met een mondkapje op. Ik zie jullie graag weer een volgende keer. Later. En addict.